Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Dit is een ooievaar en die loopt gewoon voor onze caravan langs. Misschien komt hij wel een baby brengen. Wat is dit? Ongelooflijk. Hij is de weg kwijt. Wij zitten hier gewoon even rustig in de caravan. Waar is hij? En hij loopt gewoon voorbij de deuropening. Ik denk, wat is dit joh? Ik kom even kijken. Ja, heel leuk. Hij is nu bij de buren. Volgens mij gaat hij gewoon bij iedereen even langs. Even kijken of er iets te happen valt. Wow. Nou, dit is toch mooi wakker worden, of niet? Mm-hmm. Wij zouden eventjes naar het theehuis. Wij zaten dus eigenlijk onszelf nog eventjes op te frissen hier. We hebben 2 smoothies besteld en 2 broodjes, dus die gaan we nu ophalen. Hoe laat is het ondertussen? Ja, we moeten nu echt weg. Ja, het is 9:55, dus wij gaan die kant op. Maar wel heel speciaal dat er dus gewoon ooievaars over het veld hier lopen. Volgens mij heb ik jullie in de vorige vlog een nest laten zien. Dat zit bij het sanitairgebouw. En het stond ook in het boekje dat hier best wel veel ooievaars zijn. Oh, dat doen we niet gelijk. Nee? Op weg naar het theehuis. Ben je al een beetje wakker? Nee? Nou, niet helemaal. Je wordt zo je bed uitgerukt. Nou ja, zeg, het is 9:30. Dan wordt het toch ook tijd, of niet? Oké. Dankjewel. Ja. Doei. Doei. Smoothies opgehaald. En de broodjes. We hebben 2 verschillende smaken gedaan. Want wij dachten, dan kunnen we even proeven. Hij is best lekker. En hij werd ook gemaakt waar we bij stonden. Dus hij is gewoon vers. En ik zei tegen Nel vanochtend dat we nog in bed lagen. Ik zeg, volgens mij moeten we nu echt die kant op. Want die smoothie die staat waarschijnlijk al een uur op de balie daar. Maar ze worden dus gemaakt als je ze ophaalt. Ja. Ik ga even een koffietje maken en een broodje. Schenk, een broodje schenk. Ik heb helemaal geen kaas meer, maar ik heb zoete aardappelspret. Geen avocado, die was wereld 2 helaas weg moeten gooien. En voor de rest is deze koelkast empty. Er staat niks. Mensen, al het goede komt van boven. De wijnglazen. Alsjeblieft. Ik moet altijd Nelly haar nagels knippen. Alleen mijn rechterhand. Alleen je rechterhand. Dat kan ze zelf niet. Nee, dat kan ik niet. Ik heb ze ook net even lekker kort gemaakt. Want we zijn nu, hoeveel weken zijn we weg? 2,5 week. En ik had, nou ja, ik had gewoon vieze lange nagels. En vooral op de camping wordt dat gewoon heel vies. Wie kan er nog meer zijn rechterhand niet knippen? Het is heel dom.
Nou, er zullen vast nog wel meer mensen zijn die dat niet kunnen. Ik kan het wel. Ja mensen, dit moet ook gebeuren op de camping. En vooral als je bijna 4 weken weggaat. Ja. Zo, de afwas is gedaan. Dat heeft Nelly eventjes gefixt. Ik heb hier een beetje opgeruimd en wij gaan vandaag eventjes lekker fietsen. We weten nog niet precies waar we naartoe gaan. We denken Katzand of Knokke misschien wel. Maar weet je, we kunnen hier zoveel kanten op, dus we zien het wel. Maar ik wil jullie eerst eventjes iets laten zien. Kijk achter mij. Die mensen die tegenover ons stonden, die zijn allemaal weg. Dus dit hele veld is bijna voor ons alleen nu. Hier in het hoekje staat nog een camper achter mij. En hiernaast ons staat ook nog een camper. Maar voor ons, we hebben nu gewoon lekker vrij uitzicht. Heerlijk toch? Voor zolang het duurt. Voor zolang het duurt, want ik denk als wij vanmiddag terugkomen met de fiets, dat hier inmiddels weer mensen staan. Dus op zich is dat natuurlijk ook geen ramp. Maar ik vind het altijd zo lekker. Gewoon even ruimte om je heen. Nelly doet nog even de raampjes dicht. Lukt het? Oké, daar zijn we. Nou, we gaan er vandoor. Lopen door Knokke, of wij, Nelly loopt, ik fiets. We wilden net de fiets ergens in een fietsenstalling kwijt, maar deze was niet bewaakt en ook best wel achteraf in de wijk. Dus wij dachten, ja, weet je, als je hem hier neerzet, dan weet je zeker dat je hem kwijt bent. Dus nu zijn we gewoon eventjes met de fiets de stad aan het verkennen en zo af en toe dan loopt Nelly een winkeltje in. En blijf ik even buiten wachten. Maar dit is dus Knokke. Dit is een hele lange weg met allemaal winkels. Ook wel exclusieve winkels. Met de wat duurdere spullen. Maar ik vind het op zich niet erg om af en toe even buiten te wachten. Want de zon schijnt en het is lekker warm. En mensen kijken is ook leuk. We zijn inmiddels bij de boulevard aangekomen van Knokke. Ik denk als je daar het hoekje om gaat dat je de zee ziet. Maar ik vind dit zo mooi, al die bloemen. Prachtig. Maar Nelly is even naar de Zara Home. En daarna gaan we denk ik even wat lunchen ergens. Ja hoor, de zee, de boulevard van Knokke. Wat een gezelligheid hier. Nu had ik hier al schaatsen moeten kopen, hè? Dan ja. Ga je hier lekker schaatsen. Ik weet niet of jullie het kunnen verstaan in verband met de wind. Onze excuses daarvoor. Nou, ik was net in een winkel en dan zag ik leuke groene rolschaatsen. Ik had echt de neiging om ze te kopen, maar er komt steeds weer iets bij in die caravan. Het is te veel. Wordt te veel. Zullen wij even een leuke strandtent opzoeken? Ja, dat gaan we doen. Dan gaan we even wat lunchen. Want deze boulevard is volgens mij oneindig.
wij zijn bij de strandtent Mood Beach. Ik heb twee verse sinaasappel besteld en we wachten nog op onze lunch. Deze gaat straks af als het klaar is. Voor hoeveel personen heb jij besteld dan? Ik heb de croc brie, geen idee of je het zo uitspreekt. Croc. En jij hebt portie gezond. Nou, eet smakelijk, hè? Heb je lekker gegeten? Moi. Het was een beetje moi. Inderdaad. Moi. Maar ja, er waren niet echt broodjes of een saladetje of zo. Ja, rauwe wortel, rauwe celery. Jij hebt er een rauwe bloemkool erin gewerkt. Ja, dat zo is helemaal lekker. Niet zo goed voor mij, maar vooral. Nelly zegt, je moet het even proeven. Nou, ik vond het maar niks. Het was ook niet heel vies, maar of ik het nou dagelijks zou kunnen eten, nee, dametje. Nee. Nou, ik sowieso niet. Niet mijn ding. Gaan we terug naar de camping. Misschien dat we eerst nog eventjes naar de supermarkt gaan in Katzand. Maar we rijden nog steeds op de boulevard van Knokken. Is het nu drukker dan daarnet? Ja. Aangekomen in Katzand. Zoals jullie misschien wel gezien hebben, zijn wij teruggereden langs de kust, langs het Zwin. Dat is een kustroute, wordt ook aangegeven op bordjes. Het gaat dus echt om een natuurgebied heen. En wij komen nu voor het eerst in Katzand. Lijkt er wel gezellig zo. Wij zijn in de schelpenwinkel in Katzand. Alles is hier van schelp. Ja, dit niet. Groene schelpen, witte. Oké, dat was wel leuk, de schelpenwinkel. Waar zijn die fietsen voor? Nou, ik denk dat je die fietsen kunt huren. Oh, dat denk ik. Oké. Maar wij gaan even een ijsje kopen. Bij La Spezia. En ik weet dat het ook in het boekje stond. Met tips. Het boekje van de camping, ja. Achteraan aansluiten hier. Staat een beste rij. Koffie?
Wij gaan eventjes hier op die betonnen blokken zitten. En wij hebben twee ijsjes gekocht. Ik heb de bolus en kokos. Want Zeeland staat natuurlijk bekend om de Zeeuwse bolus. Mm-hmm. En jij hebt... speculaas en bolus. Ook bolus, ja. En mensen, jullie denken waarschijnlijk van, wat heeft Nelly precies aan? Want die heeft een jas met een korte broek. Maar op de fiets is het best fris. Zeewind, hè? Ja, zeewind. Dus Nelly die heeft een jas aangetrokken en ik heb net even mijn... ik had een truitje aan. Maar als je dan door zo'n dorpje loopt, dan is het wel weer lekker. Mm-hmm. Nou, wij zijn denk ik wel geteld een kwartier in de caravan. Koffietje gedaan, boodschappen gedumpt en we gaan nu naar de beach. Ja. Toch? Ja. Het zit hier een beetje zo, moet het. Ja, we gaan nu nog even naar het strand. Ik heb met die band op mijn kop. Maar die jeuk is ook niet te harden, die pukkels. Dus hij moet opblijven, want anders... zo'n Nelly pukkel. Wij zijn op het strand. Hier is een strandtent, de Zeemeeuw. En we gaan eventjes lekker van het zonnetje genieten. Heerlijk, zin in. Genieten dit. Ja, dit is echt heerlijk. Gewoon lekker met je trui aan op het strand liggen. Vind ik lekker. Ja, ik ook. De temperatuur is gewoon perfect. Niet te warm, niet te koud. En dit uitzicht. Daar hebben wij gisteren een hapje gegeten. En het strand is vanaf de camping, nou ik denk 5 minuutjes fietsen, nog niet eens. Nee. Je zou er ook nog lopend naartoe kunnen. Zal ik het eens even opzoeken, hoe lang die... Nou ja, weet je, die camping zit gewoon naast het strand. Ja. Dat hebben wij ook nog niet verteld. Je kunt hier op een bepaalde tijd met eb en vloed of zo, ik heb me er nog niet heel erg in verdiept, maar dat stond ook in dat boekje van de camping, dan kunnen hier haaientanden liggen. Dus dit is een van de plekken, Katzand, waar je dus haaientanden kan vinden. En dat is best wel bijzonder. In de vitrinekast op de camping in dat theehuis, daar lagen allemaal van die haaientanden vanochtend. Ja. Ik vind die strandhuisjes ook zo leuk, zo vrolijk, die kleuren. Mega leuk, echt strand. We hebben het eten op. Het was heerlijk. Ja, vond je lekker? Zoals gewoonlijk. Het is altijd lekker. Sla met kip. Ja, en kipfilet haasjes gemarineerd. Nou, was wel lekker. Ja. Ik ben er even bij gaan liggen. Even uitbuiken. Ik ga me psychisch voorbereiden op een afwas. Ik ga zo even de potty legen, ja? Wil ik ook wel een keer doen. En ik afwas. Nee. Ik dan ga je alles doen. Ja. Oh, oké. Okay. Nee, ik ga de potty even doen. Ik denk dat Nelly ondertussen klaar is met de afwas. Ik zet even 2 tellen de potty hier neer. Sorry dat het zo lang duurde. Ik ben nu al klaar. Dat dacht ik al. Open? Nou ja, ik heb de portepotty meegenomen, maar die staat nu daar. Bij het chemisch toilet. Ja, maar
ik hoef ook geen hulp. Het was helemaal niet zoveel. Oké. Okay. Dit is toch ook super gezellig, die schaapjes op de achtergrond. Kijk dan. En ik blijf me echt verbazen over dit sanitair gebouw. Zo groot. Nou, ik ga naar de porta potty, ja? Ja, succes. Mensen. Het is 1 uur. In de nacht, of 1:30 of zo. En wij worden lastiggevallen door een huilende baby. En dat was afgelopen nacht ook al. Die baby heeft meerdere malen echt krijsend. Nu ligt hij volgens mij achter. Ergens of in een tent, ik weet het niet. Maar het gaat flink tekeer. En ik ben er eigenlijk een beetje klaar mee nu. Ik ook. Maar ja. Luister dan even. Nu was het even stil, of niet? Ja. Nou, het begint zo alweer. Het is echt heel hard. Het is vreselijk. Nou ja. Nou, mensen, wij sluiten ook de vlog af, want het is al veel te laat. Het is 1:30 in de nacht. En wij wilden eigenlijk morgen de vroege uit, maar... Dat gaat niet doen. Dat gaat nu al niet lukken, dus we hebben net even de planning veranderd. We gaan morgen op het strand liggen. We gaan morgen gewoon even een relaxed dagje houden. Ja. Dus gewoon lekker even uitslapen en niks op het programma. En gewoon kijken wat de dag brengt. Ja. Toch? En dan de dag erna, dan gaan we er vroeg uit. En dan hebben we een heel schema, maar nu even niet. Oké. Nou, strak plan. Bedankt voor het kijken. Doe een duimpje omhoog als jullie het leuk vonden. Dit abonneer. Is, waarom doe ik zo? Ik zeg duimpje omhoog en ik doe zo. Duimpje. Doen. Duimpje omhoog als jullie het leuk vonden. Vergeet niet te abonneren. Op ons kanaal. Op ons kanaal. En we zien jullie graag bij de volgende vlog. Doei.